Recep, allereerst gefeliciteerd met de 3-0 overwinning. Dat viel natuurlijk een hele last van jullie schouders dat jullie eindelijk weer eens een keer thuis konden winnen. Ja, dankjewel in eerste instantie. Zoals je zegt, lekker dat we weer kunnen winnen na een paar teleurstellende resultaten. Ook voor de groep was het echt nodig dat we weer even een resultaat haalden. En ik denk ook voor de supporters dat het gewoon fijn is dat we weer konden winnen. En zeker thuis. Dus ja, het is alleen maar goed. Ja, in het begin heb je blessure gehad hoe je hier kwam. En de wedstrijden wat je speelde was niet zo goed. Maar vandaag heb je toch laten zien dat je toch wel een aanwinst bent, denk ik. Ja, klopt. Ik was geblesseerd hier aangekomen. De laatste wedstrijd dat ik nog bij Roda had gespeeld, was ik geblesseerd geraakt. Dus ik was 2 weken eruit. En vorige week heb ik dan mijn eerste wedstrijd gespeeld tegen NAC. Ja, toen gingen we kansloos 5-0 de boot in, zeg maar. Nu tegen Os heb ik gelukkig kunnen laten zien wat ik kan, zeg maar. Je weet ook hoe de problemen hier zijn met de financiën. Je ziet ook de supporters. Hoe kijk je tegen de supporters aan en zeker ook tegen de uitsupporters? Ik vind het echt top dat ze ons blijven steunen. En het zijn moeilijke tijden voor de club. Maar ik heb alle goede hoop dat het goed gaat komen, zeg maar. Het is mooi dat de supporters ons daarin steunen. Spreken jullie daar ook veel over in de kleedkamer of tijdens de trainingen? Ja, het is af en toe wel een onderwerp in de kleedkamer, omdat iedereen heeft wel last van de financiële malaise, zeg maar. Maar goed, ik denk dat het nu de laatste week is en ik heb positieve geluiden gehoord, dus ik hoop dat het goed gaat komen. Wat doen jullie zelf eraan? Doen jullie ook een of andere actie of proberen jullie familie, vrienden over te halen, geld over te maken? Ja, we hebben zelf als spelersgroep een aandeel gekocht. Iedereen heeft 1 aandeel gekocht om toch een bijdrage te kunnen leveren. En je gaat ervan uit dat we het gewoon raden? Ja, ik hoor positieve geluiden, dus ik heb alle goede hoop in dat het goed gaat komen. En het gaat ook goed komen op de ranglijst, want we hebben nu de 4e periode. Ik heb ze net even teletext erbij gehaald. We staan eerste in de 4e periode. Oh ja, is dat zo? Ja, ja, dus de 4e periode is nog lang, dus we moeten gewoon deze lijn doortrekken. Dan weet je nooit wat er nog kan gebeuren. Ja, we krijgen nu in feite 2 iets mindere broeders. Ja, minder broeders. Jong PSV maandag over een week. En daarna krijgen we RKC. Maar dan wacht Eindhoven. Dus je zou eigenlijk in die komende weken ook de puntjes moeten halen. Wil je eventueel nog in de ranglijst stijgen of die 4e periode halen? Ja, daar gaan we ons best voor doen. Ik denk dat je niet naar de tegenstanders moet kijken, maar gewoon naar onszelf. We moeten gewoon hard werken en ons best blijven doen, hard trainen, zodat het in de wedstrijd eruit komt. Dus we gaan ons best doen om toch een paar plekjes te kunnen stijgen en eventueel nog iets moois te kunnen maken van dit seizoen. Hadden jullie er niet een beetje, moet ik zeggen, een beetje bang voor, omdat 3 man uit de achterhoede er niet bij waren, 2 door schorsing en 1 door ziekte? Het is altijd minder als je mensen moet missen, maar ik denk dat je zag dat degene die plekken moesten overnemen, die dat prima hebben gedaan. Dus zelfs als we mensen missen, dan kunnen we nog steeds een goede prestatie neerzetten. Oké, een paar dagen rust en dan zien we elkaar weer volgende week of maandag over een week. Yes, tot de volgende week. Dankjewel.